Goedemiddag allemaal, mijn naam is Ajazat en namens FXFlat heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar gaan we wederom samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse, ditmaal van een aandeel, namelijk Tesla. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. We gaan zoals gebruikelijk even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. Je dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. Dan gaan we door naar FXLED. De meesten zijn er wel bekend mee. We zijn ook meer dan 25 jaar actief als toonaangevende online broker met onder meer een topbeoordeelde Nederlandstalige klantenservice. Qua beleggingsrekeningen hebben we twee varianten. Eenmaal de MetaTrader tradingrekening en andermaal de Trader Workstation beleggingsrekening. Kijken we kort naar de MetaTrader en tradingrekening. Hiermee kunt u dus daghandelen, daytraden en vrijwel alle mogelijke derivaten in CFD vorm. En dat kan dus allemaal met 0 euro transactiekosten. U heeft dus voor alle duidelijkheid 0% commissies over de trades. Voor de rest is de tradingrekening volledig kosteloos, dus u betaalt 0 euro aan beheerkosten en heeft voor de rest ook geen andere soorten van inactiviteit, fees of dergelijke. Nou, heeft u interesse in zo'n tradingrekening? Die is heel gemakkelijk aan te vragen en te openen middels onze fxflat.nl website. Daarnaast, waar we erg trots op zijn en wat ook vrij uitzonderlijk is, is onze hoge depositogarantie tot maar liefst 1 miljoen euro voor de MetaTrader tradingrekeningen. Afsluitend hebben we de demo tradingrekening. Hiermee kunt u dus 30 dagen lang gratis en vrijblijvend van alles uitproberen en testen op de tradingrekening. Dus wilt u bijvoorbeeld kennis maken met MetaTrader, het handelsplatform, of anderzijds bijvoorbeeld met het daytraden, het daghandelen, dan kunt u hiermee risicovrij oefenen. En dat kan dus met oefengeld. En als klap op de vuurpijl krijgt u ook nog eens van ons de gratis real-time koersen erbij. Nou, dan gaan we naar de Trader Workstation beleggingsrekening, waar we dus vandaag ook samen met Tom een kijkje nemen in het online beleggingsrekeningportaal. Hiermee kunt u dus wereldwijd beleggen in vrijwel alle mogelijke effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse aandelen, opties, ETF's enzovoort vanaf 1,90 euro. Maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, die zijn al te beleggen vanaf 1 cent per stuk. Voor de rest heeft u ook geen beheerkosten voor het voeren van de beleggingsrekening. Die is dus gratis. Heeft u interesse in zo'n beleggingsrekening, dan is die heel gemakkelijk aan te vragen middels onze www.fxled.nl website. Daarnaast, als u eventueel nog de overstap maakt van uw huidige broker naar FXFlat, dan kunt u ook gebruik maken van een depotoverdracht om uw portefeuille over te dragen naar FXFlat. Verder hebben we nog de mogelijkheid aan tot een zakelijke beleggingsrekening. Als een van de weinige online brokers bieden wij die mogelijkheid aan. Dus heeft u bijvoorbeeld een BV of een eenmanszaak en wilt u daarmee zakelijk gaan beleggen om te genieten van de voordelen, kunt u daarvoor uiteraard ook bij ons terecht. Afsluitend hebben we ook nog de demo beleggingsrekening. Die is ook 30 dagen lang gratis en vrijblijvend te gebruiken. We hebben hierbij twee varianten. Eenmaal de variant die via de website aan te vragen is en eenmaal de variant die u bij de live beleggingsrekening erbij krijgt. En dat heet de paper trading. Die is wat uitgebreider en die ziet ook hetzelfde uit als het portaal wat Tom zo meteen gaat gebruiken. Nou, dat gezegd hebbende, als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn, laat ze gerust achter in de vragen. Dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aras. Dit was al een interessante analyse over Tesla. Ik ben ook heel erg benieuwd, dus laten we gauw beginnen. Ja, dankjewel. Welkom iedereen. Ja, ik ga een keer over Tesla hebben. Een beetje een aandeel wat eigenlijk iedereen wel bespreekt. En ja, nu dus ik ook. Ik doe het liever niet, moet ik eerlijk zeggen. Want ik vind het juist leuk om aandelen te noemen die mensen niet kennen. Dat is natuurlijk interessant. En aan de andere kant, het is ook wel eens goed om toch eventjes het aandeel te noemen als je denkt dat er wat aan de hand is. En ik denk dat er wat aan de hand is. Overigens, zakelijk beleggen had Aris het net over. Als je de motivatie om dat te doen wil weten, vandaag heb ik er een artikel over geschreven. Dat staat op de Beursbox website. Dus daar kan je eens kijken waarom je zakelijk zou willen beleggen, waarom dat handig is. Tesla. Nou, ze zijn met model 3 gekomen. En ik ben niet onder de indruk van dat model. Het lijkt te veel op de andere modellen.
Ik denk dat Tesla op een gegeven moment naar de situatie gaat dat mensen zeggen, ja, dit hebben we wel gezien. Het wordt ouderwets. We hebben dat gezien bij Ford toen ze ook zo dominant waren in hun markt. En dat was voor de Tweede Wereldoorlog met een Ford Model A. En ja, op een gegeven moment zijn mensen erop uitgekeken, er komen andere modellen en andere fabrikanten die het gewoon anders doen. En ik denk dat Tesla naar zo'n situatie toe aan het gaan is. Maar buiten dat, we gaan gewoon dus eens even kijken naar hoe het er allemaal bij staat. Het bedrijf is 783 miljard waard, is nog ver uit het meeste waard van alle autofabrikanten. Het is niet meer zo dat ze net zoveel waard zijn als de rest van de markt, maar het scheelt niet veel. Koers-winstverhouding 73. Dat zegt eigenlijk al dat het wel heel erg duur is. Geen dividend en de target vanuit de analisten is 241, terwijl we al 243 staan. En dat is eigenlijk al pre-market, want gisteren stonden er 247. Dus dan, er is wat aan de hand. Kijken we naar de statistiek. Koers-winstverhouding volgend jaar 55. De PEG-ratio is 2. Maar kijken we naar bijvoorbeeld de profitability, nou, die is gewoon netjes. 13% operating margin, 13,5%. Return on assets 10%, is vrij laag, maar de return on equity met 27% is wel heel mooi. Omzet al 94 miljoen, miljard. Dus ja, dit is echt al enorm. Hè. Ik laat duidelijk zijn, dit is een stevig bedrijf geworden hè, in die paar jaar dat ze actief zijn. Omzetgroei 47%, winstgroei 19%. Dat is natuurlijk ongelooflijk impressive. Maar ja, dan cash is er 23 miljard. Schuld is er 6 miljard zowat. En als we kijken naar de cashflow, 3 miljard na belastingen. Dus er zou makkelijk dividend uitgekeerd kunnen worden, maar dat wordt het niet. Dus dat is dan even ja, jammer. Er is een bijna 3% short positie. En dat ga ik zo meteen uitleggen waarom ik dat niet zo gek vind. Maar we gaan eerst eens even kijken bij de houders. We zien dat BlackRock, State Street en Vanguard, dat zijn de grote. Maar normaal gesproken is BlackRock iets groter dan dat. Dus het valt me eigenlijk wel wat tegen. Ze zitten onder wat ze normaal zouden hebben. Dus dat valt me eigenlijk wel op. Maar er is nog iets wat ik van belang vind. En dat is echt wel van belang. Dat is iets om te degelijk mee te houden. Als we dan kijken naar de insiders. Die zijn aan het verkopen tegen prijzen net boven de huidige koers. En dit is toch wel slordig. Dus de managers die zijn aan het verkopen. Ik denk dat we daar even serieus rekening mee moeten houden. Kijken we naar de analisten. Dan gaat het ietsje omlaag. Niet dramatisch. Maar afgelopen 3 maanden ging de winstverwachting voor volgend jaar van 4,87 naar 4,66. Dus het is net ietsje minder aan het worden. Ja, oké, niet schokkend hoor, laat dat duidelijk zijn. Kijken we naar de financials, ja, dan zie je een gigantische groei. En dat is echt ongelooflijk wat er hier is gebeurd. Maar je ziet ook dat die groei afneemt hè, qua percentage. En dat is niet zo gek, hè, zien hoe groot dit bedrijf is. En ik denk dat het dat daar best nogal meer af gaat nemen. En dat er op een gegeven moment, en dat gaat niet zo heel lang duren, dat er gewoon de grens aan de groei bereikt is. En daar zitten we een beetje tegenaan. Maar wat ik nog belangrijker vind, is deze grafiek. En wat je hier zou kunnen zien, en ik denk dat ik dat zie, maar daar mag je een andere mening over hebben, is een head and shoulders. Schouder, head, schouder. En wat dat dan inhoudt, is vaak dat dat dan eigenlijk hier dan omlaag gaat. En dat zien we eigenlijk ook wel een beetje met de MA50, die gaat omlaag. We zien wel de MA9 hoog is, maar is nu ook aan het dalen. Top is ietsje lager. Dus we gaan even ietsje dichterbij kijken. Als we net het laatste jaar, dan zie je dus, dit is die laatste schouder. En we zien hier een oude van de vorige keer dat ik hem getrokken heb, de streep. Dat zal ik even weghalen, kan dat? Kijken, ja. Maar je ziet hier nu die MA50 slaag, MA9 gaat er een beetje naartoe. Gaan we naar 3 maanden, dan zal het er mogelijk uit zijn. Ja, dan zie je toch al dat het even omlaag gaat. Nou is dit natuurlijk een hele korte beweging, maar daarom ben ik gaan kijken naar die 5 jaar. Van, hey, waar praten we over? Ja, als dit de schouder is en dit de kop in deze hele situatie, dan is dit weer een schouder en dan gaan we dus omlaag. En dan moet je dan, als je technische analyse volgt, moet je daar toch
ja, rekening mee houden dat dat maar zo zou kunnen gebeuren. En ja, ik denk dat dat kan gebeuren vanwege de enorme overwaardering van dit bedrijf, van dit aandeel, ten opzichte van alle andere autofabrieken, bijna alle andere. De enige die ook zo overdreven hoog gewaardeerd zijn, zijn andere EV-autofabrikanten. En ik denk dat dat het te gehyped is. Maar ja, dat is dus eventjes het punt. Wat geloof je? Nou, blijft ook het feit voor de korte termijn, en dat vind ik ook even een puntje wat ik toch wel even wil zeggen. We moeten rekening houden met die shutdown van de Amerikaanse overheid. Dan gaat de beurs dat ook voelen. Het zou in deze lijn passen, dat ze daalt, dat die koers gaan dalen. En dan kan je afvragen, wat was er dan eerst? Was het deze daling die ingezet is vanwege de kop-en-schouder situatie? Of is het de daling vanwege politieke problemen in de VS? Nou, vaak komt dat dan tegelijk. En dan weet je eigenlijk achteraf niet, waar zou dat nou aan hebben gelegen? Als dan niet de shutdown was geweest, was die koers dan ook naar beneden gegaan? Ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk nooit meer, want we kunnen niet twee realiteiten gaan krijgen. Maar ik verwacht dus hier dat die koers omlaag gaat. En ik heb de aandelen niet, maar zou ik ze hebben, dan zou ik hier nu een stoploss inleggen. Misschien niet direct van, oh, moet eruit, maar wel een stoploss dat je er ook uit bent. Maar ja, ik vind het zodanig link dat ik hier echt niet in zou willen zitten. Omdat ik bang ben dat de schok omlaag best heftig kan zijn. Hier ging het heel snel omhoog. Nou, dat kan dus ook hier heel snel omlaag gaan. Zoals het hier ook al een keertje even gebeurde. En dan toch komt die laatste schouder dan. Ja, en dan, daar ben ik dus bang voor dat het dan verder omlaag gaat. Houd niet tegen dat dit dan gewoon een prachtig bedrijf is. Elon Musk vind ik een vreselijke persoon. Maar als ondernemer is hij natuurlijk fantastisch. Maar het zou mijn vriend niet zijn. Maar daar gaat dit niet over. Dit gaat puur over, is deze waardering op dit moment, in deze beurs, is dat terecht? En dan denk ik, nee, ik denk dat die op dit moment, wat mij betreft, te duur is. En ik zou hier actief uitstappen of minstens een stoploss inleggen als je deze aandelen niet hebt. En je zou met een optiestrategie, zou je kunnen kijken of je kan inzetten op eventueel zo'n daling. Ja, dat is dan als jij veel weet van opties, dan zou je daar een bearish strategie op kunnen loslaten als je dat zou willen. En dat kan met veel of met weinig risico. Kijk, op het moment dat je zegt, oh, het gaat omlaag en ik wil alle risico lopen, dan koop je een put-optie. Dat is simpel. Maar het kan ook met veel minder risico dat je daarop op inzet. Bijvoorbeeld, ook wel vrij simpel, het schrijven van een call-optie. Maar ja, dan heb je wel het risico als die dan omhoog gaat. Hoe ga je dat dan afdekken? Nou, dan moet je meer weten van opties. En ik raad niet aan om daar nu even hier iets mee te doen als je nog geen ervaring met opties hebt. Dat is dan te link. Dan zou ik eerst al even een cursus doen. Aandelen kan iedereen beleggen. Opties raad ik altijd aan om een optiecursus te volgen voordat je ermee gaat beginnen. Want anders kan ik je vertellen, 100% van de mensen doet het fout. Dus hou daar even rekening mee. Aris, zijn er vragen? Nee, dus wat dat betreft vrij duidelijk, Tom. Geen vragen. Wat mij nog wel handig lijkt om even te kijken van waar de volgende weerstand en steunpunten liggen. Ja, nou, als ik daar kijk naar die steunpunten, dan zou ik dit punt, hè, zitten hier, dat is hier een beetje zo'n steun, dat is hier een beetje een steun en dat is hier een steun. En dan zit je rond die 200. Nou, dat is toch wel een end omlaag. Hè? Dus dat is eventjes toch wel een punt. Hier 200, en als we kijken naar de laatste dal, is 210 ongeveer. Grofweg. Kijken we naar waar zit de weerstand omhoog, als ze dan toch omhoog gaan. Ja, dat is dan eigenlijk hier, moet je kijken hoe dat hoog is, dat is 400. Maar dan zou ik de vorige, ga ik even ietsje dichterbij zitten, want dat is natuurlijk wel wat makkelijker. Die vorige top hier. En dan praten we over een 280. Ja, rond de 280 zit de weerstand omhoog. En dat is vrij duidelijk. En als we hier kijken, dan is ongeveer 211, verwacht ik zoiets, is de steun daartussen. Maar ja, mijn idee is dat als het omlaag gaat, dat het wel eens ver omlaag kan gaan. En dan is het niet 211, dan weet ik 211. Ik weet niet of daar dan echt nou een
een degelijke steun ligt. Dat is een kartonnen steuntje mogelijk. Dus dat zal je dan niet helpen als je daar dan iets doet. Ik denk dan eerder dat deze, even kijken, nee hier, deze, hier zit een gap en hier zit dan de steun. Dan praten we over 150. Het zou maar zo kunnen. En ik ga niet zeggen dat het gebeurt, maar ja, het zou maar zo kunnen als die klap omlaag komt, dat we dan toch even richting die 150 gaan. Het zou me gewoon niet verbazen. En hoe gek is dat? Hey, in december 22 stonden we nog 102. Bij de 100. Het was in januari 23. Dat is dit jaar. In januari stonden we nog wel bij de 100. Dus terug naar 150 is helemaal geen ramp. Als je in het begin van het jaar bent ingestapt, dan heb je nog altijd 50% winst. Dus in die zin zou dat niet zo gek zijn. Maar ik ben bang voor die richting omlaag. Vandaar dat ik dacht, ja, ik wil het toch even genoemd hebben. Want ja, anders dan zou je denken, ja, test nou al, daar kan je altijd voor inzetten. Nou, dat zou ik nu dus niet aanraden. Zijn er verder vragen? Nee, Tom, het is wat dat betreft duidelijk. Akkoord, nou, dan ben ik er morgen weer. Geweldig. Nou, dan neem ik zoals gebruikelijk nog even het beeld over de afsluiting. Daar is die dan. Nou, Tom, hartstikke bedankt. Een uiterst interessante analyse en ook een leuke webinar. En uiteraard ook iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze gratis klantenservice telefoonnummer. Of even een e-mail sturen naar service@fxflat.com kan ook. Dan wens ik tot slot iedereen namens FXLED nog een prettige middag verder. En tot het volgende webinar. Tot ziens.